Een digitale euro, gekoppeld aan een digitale Europese identiteit, geeft Europese technocraten potentieel de macht te bepalen hoe wij onze euro's mogen uitgeven. En daarbij bijvoorbeeld rekening te houden met de CO2-belasting van uw uitgaven. Dank u, voorzitter. Beeld je een wereld in waar geld digitaal wordt beheerd door één centrale bank. Een wereld waarin elke transactie kan worden gemonitord en centraal kan worden gecontroleerd. De overheid krijgt inzicht in alles wat burgers doen. Niet doen, verdienen, uitgeven, onderling verhandelen enzovoorts. Dat is het voorstel dat vandaag voor ligt. Niets minder dan dat. De minister houdt het in haar bewoordingen vaag. Net zo vaag en zalvend als koningin Maxima bij haar speech over hetzelfde onderwerp vorige week bij de G20 op Bali. Maar is Nederland zich er wel van bewust hoe gevaarlijk, hoe alomvattend totalitair dergelijk centraal gecontroleerd digitaal geld is? Deze digitale euro die nu voorligt, de technische term is CBDC, wordt dus in elk geval gepresenteerd met zalvende, betekenisloze drogredenen die we op geen enkele manier serieus kunnen nemen. Ten eerste, dit digitale centrale bankgeld zou ervoor zorgen dat ook armen een bankrekening kunnen openen. Maar in Nederland en in Europa heeft iedereen, ook mensen die minder te besteden hebben, allang een bankrekening. Het argument gaat dus niet op. Ten tweede, de digitale euro zou de strategische autonomie, dat wil zeggen de macht van de Europese Unie, vergroten. Op welke wijze dit het geval zou zijn, wordt nergens gespecificeerd. Bovendien willen we helemaal niet dat de Europese Unie nog meer macht krijgt. Zij is ondemocratisch, ontransparant en kost ons vooral heel veel geld. Dus als een digitale euro de EU meer macht geeft, bijvoorbeeld doordat Noord-Europees spaargeld dan makkelijker kan worden overgegeven naar Zuid-Europa, dan is dat een buitengewoon slechte zaak. En tot slot, een digitale euro zou volgens de minister en de koningin de innovatie bevorderen. Nog zo'n loze kreet. Innovatie. Door de centrale bank totale controle te geven over het geldsysteem? Wat een onzin. Nee, voorzitter. De redenen die worden gegeven voor het invoeren van de digitale euro zijn volstrekt niet overtuigend. Armen een bankrekening geven, de EU meer mag geven, innovatie bevorderen. Kom op. Daar kan het echt niet om te doen zijn. Dus waar gaat het dan wel om? Eén aanwijzing hiervoor vinden we in de kleine lettertjes van een rapport over de digitale euro, geschreven door de ECB. Ik citeer uit voetnoot 18 op pagina 12 van dit rapport. Citaat. CBDC, dat wil dus zeggen een digitale euro, helpt om de ondergrens van rentes te elimineren en vergroot zodoende de monetaire opties in tijden van crisis, als cashgeld verdwijnt. Einde citaat. Wauw. Ze schrijven het gewoon op. Volgens de ECB maakt de digitale euro negatieve rentes, dat wil dus zeggen een belasting op uw spaar- en betaalrekening, door de ECB mogelijk. Zeker als contant geld straks helemaal is verdwenen. Een doodeng plan, waarmee de ECB onnoemelijk veel macht krijgt over ons spaargeld. Maar de macht en controle gaan in potentie nog veel verder. Een digitale euro stelt de ECB immers in theorie ook in staat ons consumptiegedrag volledig te controleren. Omdat het geld digitaal is, vallen met één druk op de knop alle uitgaven te overzien, te beoordelen en zelfs eventueel te blokkeren. Mastercard is al bezig om de CO2-impact van aankopen bij te houden. De Volkskrant heeft op haar site al een tool waarmee je kunt uitrekenen of je met je vakantieplannen wel binnen een duurzaam CO2-budget blijft. Een digitale euro, gekoppeld aan een digitale Europese identiteit, geeft Europese technocraten potentieel de macht te bepalen hoe wij onze euro's mogen uitgeven. En daarbij bijvoorbeeld rekening te houden met de CO2-belasting van uw uitgaven. Een macht en verleiding die ze heel waarschijnlijk niet kunnen weerstaan. Met de digitale euro wordt er kortom een infrastructuur opgetuigd waarmee in potentie elk facet van ons leven kan worden gecontroleerd, gedomineerd en geregeld. Wij zullen alles doen wat we kunnen om de invoering van deze monetaire Dead Star
te stoppen. Dank u, voorzitter. Meneer Heijnen heeft een vraag. Ja, voorzitter, want de heer Van Houding zegt wij zullen er alles aan doen om dat te voorkomen. En eigenlijk, als ik zijn zorgen samenvat, dan zit hij eigenlijk op twee punten. Dat zit ook eigenlijk op die anonimiteit. En wat wij dan hier noemen programmeerbaarheid. Hè? Daar, bijvoorbeeld als het gaat om die negatieve rents of bestedingsdoelen of dat soort zaken. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste kritiekpunten. Dan hebben wij hier als Kamer daar moties over ingediend. De heer Alkaya en ik hebben daar het voortouw in genomen en hebben gezegd dit moeten we niet willen. Dus geen programmeerbaarheid en het waarborgen van de anonimiteit. Daar heeft de hele Kamer voor gestemd, maar er was één partij tegen. En dat was de partij van de heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Dat was de enige tegen die motie. En als je dan zegt, we zullen er alles aan doen om dit te voorkomen. En je bent er 100% van overtuigd dat dit eraan zit te komen. Waarom stemt u dan tegen zo'n motie? Meneer Van Houwelingen. Ja, dank voor de vraag. Het probleem, denken wij, zit veel dieper. Dus zelfs als wij als Kamer allerlei moties aannemen en merk ik wel steun voor bijvoorbeeld anonimiteit en om geen programmeerbaarheid te krijgen, dan nog zijn we er niet. En het verleden heeft dat bewijzen. Uw voormalig partijleider, de heer Bolkestein, heeft over de euro gezegd: de geschiedenis van de euro is de geschiedenis van gebroken beloftes. He, dus of het nou artikel 125 is van het verdrag van Maastricht, geen monetaire financiering, of het nou het begrotingspact is waar landen zich niet aan houden, of het nu die 2% inflatie die het doel is van de ECB, wat natuurlijk met 17% inflatie nu helemaal totaal niet gehaald wordt. Ook al spreken we, als het om de euro gaat, dingen in Europees verband met elkaar af en willen we dit en dit en dit als Kamer, dan nog is dat betekenisloos. Dat heeft het verleden bewezen. Dus het is dus gedoemd om te mislukken, ook al willen we als Kamer, de enige manier waarop wij ons geld en onze welvaart kunnen beschermen is door dus uit die Europese Unie te gaan. Door uit die euro te gaan. Dat is wat wij als Forum voor Democratie willen. Meneer Van Wijnberg. Ja, voorzitter, toch is het een beetje een bevreemdend betoog van de heer Van Houwelingen. Want hij noemt twee grote punten die de hele Kamer ook wil, maar poneert ze dan als iets waar we tegen moeten strijden als een soort laatste der Mohikanen. En daarna, als dan eigenlijk de heer Heijnen volgens mij ook helder maakt dat die twee punten al lang door de hele Kamer worden gedeeld, is het antwoord, ja, maar het zou geld van noord naar zuid. Totaal niet aan de orde. De ECB kan over al uw uitgaven gaan. Totaal niet aan de orde. Het klinkt een beetje als iemand die eerst een luchtkasteel bedenkt om het daarna vol overtuiging te gaan lopen aanvallen. Ik vind echt dat u hiermee feitenvrije complottheorie in de wereld helpt. Strijd nou met de Kamer als het gaat om privacy. Strijd met de Kamer als het gaat om het niet programmeerbaar zijn van die munten. Dat ben ik volledig met de heer Van Houwelingen eens. Maar stop toch met allemaal dingen erbij halen die helemaal hier niet aan de orde zijn. Dan wordt onderdeel van de partijen die proberen dit jou precies in goede banen te leiden. Meneer Van Houwelingen. Ja, waren het maar complottheorieën. Dus die negatieve rente waar ik over sprak, dat staat in de rapporten van de Europese Centrale Bank zelf. Ook inclusief een wens om dus cash uit te faceren. Dat is geen complottheorie. Daar hebben ze voetnoot 18, kijkt u op pagina 12. Ik heb het zelfs voor u uitgeprint, als u het wil. Ik kan het ronddelen. Dus daar spreekt men zelf over. En u kunt zeggen, ik zei het net al, dit ook tegen de heer Heijnen gezegd, van ja, dit willen we niet, dat gaat niet gebeuren. Het probleem is alleen, dat zeggen we veel vaker als Kamer, in het verleden, ik heb net al die voorbeelden gegeven, en het gebeurt toch. Dus de enige manier om ons wel wat te redden, wat ik net al zei, is om eruit te stappen. Ja, voorzitter, maar bijvoorbeeld in dat zinnetje, ik vind het schitterend geciteerd, maar daar staat nergens dat het doel is om contant geld uit te faceren. Dat staat daar niet, dat maakt u ervan, dat probeert u mensen wijs te maken, moet u lekker zelf weten, maar het klopt niet. Maar wat ook de echte reden is, voorzitter, is dat u hier dit onderdeel maakt van een soort strijd tegen Europa en allemaal zelfbedachte vijanden. U gaat uw gang maar. De realiteit is dat u hier niemand mee helpt, echt helemaal niemand mee helpt, omdat deze Kamer zorgt dat we dit in goede banen gaan leiden. Dit parlement hier de eerste in Europa is die er aandacht voor vraagt. En overigens, voorzitter, de euro en het lidmaatschap van de Europese Unie een zegen is voor dit land. En ik echt veel liever... Een zegen is voor dit land. En voorzitter, en ik tegen de heer Van Houwelingen vooral zou zeggen, focus nou op dingen die we beter kunnen maken in plaats van allemaal van dit soort gewoon fata morgana's. Misschien leuk voor uw filmpjes, maar niemand mee geholpen. Deze voorzitter stelt het op prijs dat er via de voorzitter wordt gesproken in het debat. En deze voorzitter had ook gezegd over wat wij aan het goed of afkeuringen op de publieke tribune zouden doen. Dus ik geef u dat nog even mee, want anders moet ik u straks vragen om de zaal te verlaten. Meneer Van Houwelingen. Ja, dank u, voorzitter. Ja, u zit blijkbaar erg met onze filmpjes.
Zeker, voorzitter, nou, ja, omdat uw trollenleger mij dan altijd weer een bak bedreigingen stuurt. Nee, meneer Van Weijenberg. Er gaat bijna geen debat voorbij. Meneer Van Houding, wacht nou even. Ik zei net, het is fijn om via de voorzitter te praten. U zegt, ik zeg niks over uw filmpjes. Okay. Tenminste, in dit debat. Dank u wel. Dus als u nou fijn gewoon via de voorzitter spreekt, dan weten we over wie we het hebben. Meneer Van Houdingen. Dank u wel. De heer Van Weijenberg die stelt van ja, doe nou niet zo moeilijk, het komt wel goed. Het is precies omgekeerd. Het is precies omgekeerd. Deze digitale euro die wordt nu gelanceerd, want dat is het plan, zonder dat duidelijk is, dat was ons betoog, waarom dat gebeurt. Dat mag ik dan straks in uw betoog aan mij gaan uitleggen. Ik zie niet het probleem waar deze digitale euro een oplossing voor is. Het is alleen een heel groot risico, zoals ook de heer Alkaia terecht opmerkt, omdat het een controle-instrument kan worden. Dus waarom, dat blijft onze hoofdvraag, waarom zou je in godsnaam deze digitale euro willen?